Hoeveel van deze jongens zullen eens met zulk gejuich in het stadion begroet worden? Niemand weet het. Maar één ding is zeker. Ze zullen nooit zo trots zijn als nu. Nu ze hun school mogen vertegenwoordigen in het grootste voetbaltoernooi dat Nederland kent. Ze komen vaak op een schoen en een slof. Maar dat mag hem niet hinderen. En dan moet u die knapjes zien spelen. Nog nooit hebben ze zoveel van hun school gehouden als bij zo'n wedstrijd. Ze spelen geen stopperspeelsysteem en wat een weefformatie is, dat weten ze niet. Maar ze voetballen. Ze zweten, zwoegen en ploeteren door de modder voor de eer van hun school. Miniatuurkiepertjes moeten 7 meter doel zien schoon te houden. Trotse moeders trotseren de modder om haar jongens te zien spelen en vallen. Wat al teleurstelling zulke kereltjes te verkroppen krijgen en hun meesters niet te vergeten. Maar daarom de moed niet laten zakken. Wie weet komt er straks wel een Pinanti en dan staan er me weer kiet. Doe nou Pietje, niet zo pingelen. Afgeven die bal. Te laat. Afgelopen is het. Naar het kleedhok. Henkie kan meteen naar de dokter. En de aanvoerders maar protesteren bij de scheidsrecht. Hij was afzijd. Niet dus, wel eens. Er helpt geen lieve moederen aan. En de winnaars maar dansen. Wat een tijd, wat een heerlijke tijd. Je zou zelf wel weer jong willen zijn. En voor jullie, kop op mannen. Volgend jaar beter